Er springt een naakte man tegen hem aan, waardoor de man in het water valt. Want ik denk niet dat er een naakte man in het spel is. Alsjeblieft, naakte man, 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 naakte man! Bro, heb je ons getagd? Heb je ons getagd? Waarom niet dan? We maken die shit toch samen? Je kan die niet meer editen! Die pangpang, weet toch niet dat je kan taggen? Bro, ik heb 6k volgers, ik tag iedereen, man. Ik gun mij dan. Je kan taggen überhaupt. Natuurlijk kan je taggen, ik heb je toch getagd, bro! Wow! Welkom bij Money Matties, de show waarin wij money, small matties en spelen en games voor money in 5000. Wat zei je daar? Wauw, lekker! Let's go! Oh, dit! Blijf van de lul af! Oh ja! Vandaag kunnen we weer 5000 euro winnen. Voor degene die het beste in de toekomst kan kijken. De beste helderziende. Waar is Peter? We need him. Ja, we need Peter in this one. Oh ja, Peter is te druk met zijn film. Dus vandaar dat hij niet meedoet met Money Matties. Zo leuk. Zie, ik wist gewoon wat je ging zeggen. Daar gaan we. Wat gaat er gebeuren? Oeh! Antwoord A, het jongetje gaat door de schutting heen. Antwoord B, het jongetje gaat over de kop. Antwoord C, het jongetje knalt op de zadel van de fiets. Ik ga voor B. If you can't handle me at my worst, you don't deserve me at my best. Ik ga voor C, want ik wil de eerste ronde niet winnen. Ik ga voor antwoord B. Live, love, love. Ik ga ook voor B, want ik heb geschiemd en ik heb bij iedereen gekeken. Scheming Quinten, hij probeert altijd te schiemen. Oh. Het is gewoon... C. Nee. Oh. Oh. Ik dacht... Op een van die dacht ik dat hij met zijn hoofd op het zadel viel. En daarom dacht ik, dat kan dat niet. Dat staat er niet. Nee, weet ik. Maar Paul, je hebt gewonnen. Voor, staat voor het eerst voor ooit. Wat? Fragment nummer 2. Wat gaat er gebeuren? A. Helemaal niks. B. Het één kind gooit zijn step tegen de andere aan. Of C. Een kind ziet het randje niet en vliegt voorover. Intuïtie. Ik volg je. Ik volg je intuïtie. C! Quote. Jort Kelder. Jongeheer, het gerucht doet eronder dat u de inspirator bent van dit buitenvee. Mama! Dat was een shout-out naar mijn moeder. Okay. Mama! Antwoord C. Respect de skills. Ja, ik had B, omdat ik in de ogen van dat ene kindje zag... Laat het zien, maat! B! Ja! B! Wow, weer gewonnen! Hoe heb jij dit al gecheckt, man? Mam! Filmpje nummer 3. Nou, de boom valt vast om. Wat gaat er gebeuren? A. De boom valt. B. De boom valt en maakt de tafel kapot. C. De boom valt, maakt de tafel kapot en raakt de cameraman. Nou, in alle gevallen valt de boom sowieso. Dus als je A kiest, heb je het sowieso goed. Nou... Werkt dat zo? Pank, pank! Ja, schiet. Doe nou! Pankie, pankie, pankie. Heb je het opgeschreven? Oké, okay, B. Want geen zin, hè? Prik. Fuck. De B van Bef. Ja, ik heb ook B. Oh, yeah! De tafel is kaduuk. Jeet. Video 4. Zeg even wat er gebeurt. Gangway. Wat gaat er gebeuren? De jongen vliegt rustig over zijn meiden heen en fietst door. De jongen landt op het laatste meisje in het rijtje. De jongen vliegt over de meiden heen, maar verliest dan zijn fiets. Ja. Ik verstond het niet. Oké, okay, ik ging voor C. Drop top. Koken de shock en de flap top. De C van cocaïne. Bert. Had niemand die? Je hebt niemand, toch? Niemand dat A. Iedereen gaat op de A. Wat een stom filmpje. Nee, het is een instinker. Oh! Ik ken hem! Nee! Nee!
Oké, skip deze. Skip deze. Geef niet, kent, we gaan gewoon even kijken. Ander video. Filmpje 5. Wat gaat er gebeuren? A. De kat valt van de bank af. B. De kat bijt in de penis, in de vingers. Antwoord C. De kat wordt geaaid met nepvingers. Nou, 3, 2, 1. C. Want ik ken de video. Wat heb jij? C. Ik heb C. Ik heb C. Jee, allemaal gay. Allemaal puntje. Je ziet ook gewoon dat de hand is veel te klein voor het beest. Fragment 6. Oeh. Ja. A's. De man steekt iemand anders in de fik. Ha, dat sowieso is dat hem. De man steekt zichzelf in de fik. C. De man laat een vakken vallen en steekt de vloer in de fijk. Paul, wat heeft Money Matters jou gebracht in de afgelopen maanden? Jij kan het ook niet. Veel ongeluk. 3, 2, 1. Waarom tel je af voor je eigen schrijving? Dat is al lang klaar. Zo leem. Ja. Echt leemst wat er vandaag is gebeurd. Ja, echt Paul? B, want dit keer is het geen C. A. Adelro. A-D-E-L... Wacht. La meña, encima y nada más. Ala nimba y womaro, et sole womaro. B, en Sinterklaas, because I love Sinterklaas. C, want ik weet niet, typfout of zo. Wow, spannend. Pollu heeft die Pollu? Oh, Pollu bro! Pollu heeft een... Dit was sowieso jouw vader of zo die dit deed. Zeg het even. 3, 2, 4, 5. Aantal punten hebben we allemaal. Op naar filmpje nummer 7. Oh, wat een spanning en sensatie. Hey, Britt Dekker, turn up! Paardenhaar, alles is erin. Jullie weten het niet, maar we hebben een speciale gast vandaag. Leuk! Wat? Het paard rent de eigenaar omver en rent vervolgens door het hekwerk heen. B. Het paard maakt een sliding. Slidende. Die. C. Het paard hoort achter zich iets, draait zich om en rent door het hekwerk heen. Hoe heet het ook weer? Sydney. Sydney. Nee, nee. Ja, man! You know what you do me! Yard B! Ook. B! Antwoord C. En hij heeft ook B. We gaan nu kijken naar... Iedereen heeft B, ik heb C. B en ik mag gewoon... Bakpuntjes! B! Hij valt gewoon. Nee, hij doet het zelf. Gewoon onder het hek door te komen. Als je toch aan het kijken bent en je vindt het leuk... Abonneren, kan ik waarderen, zou ik lekker vinden. Klik er even op en klik op het belletje. Volg ons even allemaal op Instagram, dat zou lekker zijn. Huts aan niveau. Huts aan niveau, doe normaal aan niveau. A. De basketbalpaal valt op het meisje. B. Helemaal niks, meiden kunnen ook iets. Of C. Het skateboard vliegt onder haar vandaan en ze valt keihard naar achter. Jart. Ik ga voor B. Van basketbal. B. Nee. B. Borko, dat is nam je begin. Het komt er maar dat je babbe. Nee. De B van Turn Up. Big on tats. Go away. Ja! Wat? Wat was dat? Doet. De audio is er gewoon. Wat gaat er gebeuren? De man heeft de kant niet goed vast en valt in het water. Er springt een grote vis uit het water, waardoor de man in het water valt. Er springt een naakte man tegen hem aan, waardoor de man in het water valt. Plausible. Ik doe gewoon shame, want ik hoop dat het gebeurt. Waar zou die grote vis vandaan moeten komen hier? Uit het water. Ja, maar waar precies? Ja, nee, ik geloof het ook niet. C. Van Quinten. Wat? C. Sankade, dankjewel, Sankade, dus notie, Sankade. Antwoord A. Want ik denk niet dat er een naakte man in het spel is. Ja, ik heb het met Kelvin mee eens, maar dat is niet echt een goed idee, want Kelvin staat achter. Het is gewoon een saai filmpje als hij alleen maar gewoon de kant niet goed raakt. En dan... Volgens mij, als er nu een naakte man komt, jongen, ik
Pang, pang. Alsjeblieft, naakte man, 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 naakte man. Ja, naakte man. Mij wel. Ja, 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 naakte man! Wow. Wow. Sikke video is dit, hè? Echt een bodycheck. What the? 7. Vincent 5, Kelvin 3, Darts 5. Met andere woorden, ik kan Goal al niet meer winnen. Goal? Dus ik stop bij deze met deze toer. Huh? Nee, maar je kan toch... Hoeveel heb je? Nee, wacht. Je kan toch nog winnen? Kel, je kan toch nog winnen? Ik kan nog winnen. Nee, dat is inderdaad. Hij kan gelijk komen, maar niet meer winnen. Kelvin, je begon goed. Oh, wacht. Nog een keer. Ik heb een idee. Kelvin, je begon goed. Je was lekker op dreef. Je had goede one-liners. Maar helaas ben je hierbij... De zwakste schakel. Nou, dat was een goed idee. Ja, oh, een lichtknop. Super gaaf. En dan gaan we nu naar de volgende ronde. Ronde 10. Happakachuli, chappakachuli, chippakachapakachu. Wat gaat er gebeuren? Het dier stopt het hoofd van het meisje in zijn haar bek. Ja. Denk ik. Het dier pakt de telefoon af en begint erop te kauwen. C, het dier spuugt haar in haar gezicht. Nee, spugen doen lama's. Oh, nee, dat is het spugen. Ze spugen. Jesus Christ. Nee. B, want ik denk dat het goede antwoord is. A, dit is de waarheid. Dit gaat ook gebeuren. Wow. C. Oeh. What the fuck, fuck. Oh! Ja, dat is A. Oh nee. 8, 5, 5. Bam! Nee, ik heb 5. Oh, wacht even, 5, maar dit was 6, een 10 al. 7, 8. Ik 8, heb 5. En jij? 5. Dan kunnen jullie niet meer winnen. Oh! Krijgt Paul de money? Krijgt Paul de money? 5.000 euro. Jazeker, Paul, je hebt voor het eerst ooit iets gewonnen. Je krijgt het. Mijn god, maat. Abonneer op mijn kanaal, dat is hartstikke leuk. Volgende week een nieuwe aflevering van Money Matties, waarin wij de kans krijgen om het geld terug te winnen. Maar tot die tijd mag Paul er even op passen. Tot volgende week. Miet bang, bang. Je zegt weer mijn moeder. Leuk, mijn moeder. Paul heeft voor het eerst een aflevering van Money Matties gewonnen en dat betekent dat hij de 5.000 euro moet gaan verdedigen. Degene die als eerste 4 afleveringen heeft gewonnen, mag de 5.000 euro namelijk mee naar huis nemen.